Je bent afgelopen jaar gekozen tot kinderminister. Wat betekende dat voor jou dat jij dat werd? Ja, het was super gaaf dat ik de afgelopen periode kinderminister heb mogen zijn. Gelukkig heb ik nog eventjes. Ik ben kinderminister tot 17 maart, de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb er heel veel van geleerd. Het was ook heel gaaf om te doen. En ik heb ook mooie dingen kunnen doen voor andere mensen. Dat is hartstikke mooi om te horen. Maar dat kinderminister zijn, ben je dat alleen of was er nog iemand die gekozen is? Er zijn twee kinderministers bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, in Koninkrijk Relaties. Ikke en Nilaya Holwijn. Zij gaat over de democratie. En ja, wij zijn samen de twee kinderministers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat ben je dan voor een heel jaar en dit jaar met verlenging. Dat jij een verlenging hebt gekregen, ja, dat is denk ik wel vanwege corona. Ja, we hadden heel veel mooie dingen op de planning staan. Maar helaas kan natuurlijk niet alles doorgaan door corona. En het was ook heel druk op het ministerie, dus dan moeten we ook prioriteiten stellen. En daarom doen we nou een verlenging, zodat ik de dingen die ik heb gemist hopelijk kan inhalen met wat extra tijd. Ja, kun jij een van die dingen die jij hebt mogen doen en waar jij een bijdrage aan hebt kunnen leveren, kun je daar iets meer over zeggen? Ja, ik heb heel veel dingen gedaan, maar onder andere vorige maand was ik in Zeist samen met de staatssecretaris. Daar hebben wij 90 iPads naar een verzorgingstehuis gebracht. Dat werd toen verdeeld onder 3 verzorgingstehuizen en een organisatie die mensen in Zeist helpt om digitaal mee te komen. Dan is dat voornamelijk gericht op iets oudere mensen. Daar heb ik ook verhalen aangehoord van oudere mensen, hoe hun digitaal mee kunnen komen en waar hun problemen liggen. En later op die dag ben ik naar Bartimeus geweest. Dat is een organisatie, ook een school die kinderen die slechtziend daar hebben. En daar heb ik ook gezien hoe ze onder andere naar overheidswebsite keken. Daar kreeg ik een voorbeeld van iemand, van een corona-website. En dat is ook wel heel bijzonder om te zien hoeveel verbeteringen er op sommige vlakken er nog wel zijn. Ja, en wat heb jij daaraan kunnen bijdragen, bijvoorbeeld aan die iPads? Heb jij bijvoorbeeld een bepaald programma daarop mogen maken? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Onder andere bij die iPads, om ouderen digitaal mee te krijgen, ben ik op dit moment bezig met de Raad van Kinderen. Om een dag te organiseren of dagen, hoe we ouderen digitaal mee kunnen krijgen. Bijvoorbeeld om groep 8 te koppelen aan verzorgingstehuizen. Die gaan dan de ouderen helpen om digitaal mee te komen. En dan sluiten we alles af met een bingo voor heel Nederland. Samen met de staatssecretaris en ik gaan die dan leiden. En daar zijn we nog mee bezig. Dat is, kost veel werk om het voor te bereiden. Maar ook moeilijk, want je moet nou met alles rekening houden voor corona. En die kinderen kunnen niet zomaar langs gaan bij een verzorgingstehuis. Dus we moeten kijken hoe we dat anders kunnen gaan doen. En dat vind ik ook echt een uitdaging. Ja, want dat is inderdaad echt een uitdaging. Maar jouw hart ligt dat echt bij de ICT? Heb jij daar een speciaal gevoel mee? Ja, mijn portefeuille is natuurlijk digitale inclusie. Maar ik vind het heel belangrijk dat iedereen digitaal mee kan komen. En ook begrijpt wat de overheid communiceert. Het is onder andere in de coronaperiode erg belangrijk dat iedereen weet wat de maatregelen zijn. En als niet iedereen weet wat de maatregelen zijn en wat ze inhouden, kan ook niet iedereen er zich aan houden. Dus het is heel belangrijk dat iedereen snapt wat ze inhouden en ook digitaal meekomen. Helemaal in deze periode dat ouderen niet iedereen op visite kan krijgen. Dan kunnen ze niet bellen met hun kinderen. En daar vind ik belangrijk en doe ik me best ook voor om dat ze te leren. En dat ze toch digitaal mee kunnen komen en toch een klein stukje minder eenzaam kunnen voelen. Dat is een hele mooie bijdrage. En Luca, wat zijn jouw eigen wensen, dromen nadat het ministerie, na dit kinderministerschap, wat wil jij graag? Wat wil jij verder? Persoonlijk? Ja. Persoonlijk wil ik graag nog wel bezighouden in de vertegenwoordiging. Wat exact, dat houdt nog een beetje, ben ik nog voor na aan het kijken. En later lijkt me ook wel heel gaaf om misschien in de politiek iets te gaan doen.